ben Marino Waterval. Ik zit op het Carillon. Ik ben 12 jaar oud. We gaan vandaag voetballen bij het nieuwe jonge kruisvoetbalveldje. Wat vandaag geopend en zo. En dat was het. Reino, hoe vond je de dag en de wedstrijden? Leuk. Het was fanatiek gespeeld, gewoon eerlijk en gewoon volgens de regels. Hoeveel wedstrijden heb je gespeeld? Twee wedstrijden. En ging het goed bij jullie? Ja, het gaat wel goed hoor. Samen spelen, ook de bal passen, alles gaat goed. Hebben jullie alles gewonnen? Ja, één gelijk gespeeld, één gewonnen. Met 9-2, eentje met 3-3. Maar we staan ook nog eerste nog van de pool, dus maakt niet uit. Dus jullie krijgen straks nog een beker met de prijsuitreiking? Nou, dat krijgen we vrijdag hadden we gehoord net. Vrijdag op school? Ja. En spelen jullie straks nog een wedstrijd tegen spelers van Zwolle? Ja, dat wel. Maar dat het een leuke wedstrijd wordt, hoor. Daarvoor zijn jullie hier toch eigenlijk? Om tegen hun te spelen? Ja, wij zijn vier beste spelers van onze school uitgekozen die tegen Zwolle mochten spelen. En straks wel stiekem een handtekening vragen aan Jaap Stam? Nee, zo goed vind ik hem niet eens, maar ja. Hey. En wat vind jij van hem dan? Nou, ik ken hem niet eens, sorry. Ik ken hem niet eens. Maar andere spelers van Zwolle wel? Wie is jullie, ja. Wie is jullie idool? Als ik iemand van FC Zwolle moet kiezen, dan kies ik Lindenwan. En die doet ook mee toch vandaag? Ja, die doet ook mee. Tegen hem moeten we spelen. Dus ja, niet onderuit schoppen, hè? Je hebt net tegen deze jongen Moreno gevoetbald. Wat vond je van hem? Felle jongen. Echt een jongen van de straat. Trucjes op het veld. Ik ben het wel gewend natuurlijk. Maar het is, om het veldje is het gewoon leuk natuurlijk. En ik heb hem al neergezet. Als hij veel traint, dan wordt hij er ook een. Ja, hij heeft mogelijkheden. Sorry? Hij heeft mogelijkheden. Ja, absoluut. Maar dat hebben ze allemaal hier. Dus over een paar jaartjes bij Zwolle. Ja, wie weet. Hij staat zelf bij Feyenoord dus. Wie weet. En wat vond je van Lindwan? Wel goede voetballer, maar de bal moest hij meer onder controle houden. Dat had hij ook weer niet. Maar ja, het is ook kunstgast. Maar ja, daar kan iedereen opkomen. De beste speler van Zwolle? Dat vind ik wel. Ja? Ik vind Lindwan wel de beste speler van Zwolle. Als ik eerlijk moet zijn. Hoe vond je het om tegen hem te voetballen? Wel tof. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan.